Hallo kijkers van Voltram 94 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA The Ballad of Gay Tony. Toen ik net het spel opstartte, voordat ik de opnames aanzette, ontdekte ik iets. En nu willen jullie waarschijnlijk weten wat ik ontdekte. Ik ontdekte namelijk een wit poppetje hier op de kaart. Kijk hier. Ik weet niet wie het is, maar het is een female. Het is een mevrouw dus. Dus in ieder geval, wij gaan daar naartoe en we zullen ontdekken wie het is. Maar ik heb weer eens geen auto. In de recap, de vehicles. Weet je, nu een buffalo. Hoeveel hebben we trouwens nog? Oh, nou, buffalo. Mijn best. Als we toch een taxi komen, dan zal ik straks toch die taxi nemen. Oh, I'm in a real rush. And I was thinking I could use a buffalo. Ja, geef me snel eentje, alsjeblieft. Ja, daar heb ik geen tijd voor, gozer. Ik moet zo snel mogelijk even erachter komen wie die mevrouw nou eigenlijk is die op mij staat te wachten. Maar in ieder geval jongens, we gaan vandaag erachter komen dus wie die mevrouw is. En ik was vandaag ook van plan om naar Ei te gaan. Nou, en dat is het eigenlijk. Wat ik van plan ben vandaag. Ja, gozer, ga niet dood, hè. In ieder geval, wij gaan vandaag... Ik heb het nog zo gezegd, hè. Als ik een taxi zie, dan neem ik de taxi. Ik vind het zonde voor deze auto, maar... Nee, ik ga hem ook niet daar op mijn parkeerplaats neerzetten. Dan raak ik die taxi misschien kwijt. Nou, gewoon zo. Hoppakee. Bam, bam, bam. Naar de waypoint zo snel mogelijk. I can't get any closer than this, so I have to drop you off right here. Oh, is niet erg. Hoppakee. Doorlopen. Oh, nou, dan moeten we even omlopen. Ik hoor een helikopter. Ik hoor een helikopter, waar is die? Ik zou niet weten waar die is. Oh, vliegtuig. Helemaal, kijk jongens, dit vind ik nou gewoon mooi. Zo'n zonsopkomst. Prachtig. Had ik nu een rocket launcher raad, hè? Maar die heb ik niet. Maar, naar wie moet ik toe? Want ik zie daar niemand staan. Of is die hotdogverkoper het? Nee, de hotdogverkoper. Bent u het? Nee. Misschien hierboven. Ik weet niet. Dan gaan we hier even naar boven. Staat hier iemand? Nee. Oh, wacht even. We kunnen nog hoger. Oké. Staat hier met iemand dan? Please zeg dat hier iemand staat, anders zou ik niet weten waar die persoon staat. Oh, mevrouw, u doet een beetje gevaarlijk. Oh, wacht even, ik ken u. Ik ken u. Hey, Luis. Oh, Jesus, Margot. Fancy seeing you here. Don't tell me you were just passing through. Yes. When you suddenly decided the view was better from there? I knew you'd come. How? I'm sorry, Luis. Hey, don't apologize. I love keeping people from killing themselves. It's a weird fetish of mine. No. I mean, I'm sorry we can't be together. You can't have me. I don't want you. Now, come on, get down from there. Must be easy for you. Thinking of me as being crazy, it must help. Yeah, it does, actually. Either that or I think I was. You're not crazy, Luis. You're empty. You don't care about anyone. You're a shell. You fuck people and then you ignore them. That's easy. It's a game, isn't it? No, listen, I'm sorry. I'm sorry. Okay, wait, just... I just don't want to marry you, okay? Maybe I am empty, like you said. Or maybe, like pretty much every man alive, I don't want to marry someone who's a complete psychopath. Okay, I don't care which it is. Just get over here, please. When I die, people will blame you. Yeah, either that or thank me. What? Nothing, nothing. Come on. Come on, get over here. If you loved me, you'd save me. I don't love you. I've got a letter. Telling everyone that you pushed me. Come on, get over here. Save me. Oh, God. Wat een gek. Uh-oh. Ja. Ja, maar gozers, ik wil jullie ook niet vermoorden. Moet ik hun vermoorden of moet ik hun ontsnappen van hun? Holy damn! Louis, rennen!
Geef niet op. Geef niet op. Ja, ik ben niet zo goed in melee, jongens. Hoe gaan we dit doen? Idee. Ja, mis. Hoppakee. Oh shit. Ja, maar ik heb haar niet vermoord. Ja, maar ik heb haar niet vermoord. Ik heb haar niet vermoord. Waarom denkt iedereen dat ik haar heb vermoord? Ik heb haar niet vermoord. Please, laat mij gaan. Oh shit. Hoppakee. Hop. Nou, ik heb haar niet vermoord. Ze sprong er zelf af. Waarom denkt iedereen dat ik haar heb vermoord? Ja, Louis. Doe, schiet mensen dood. Maar hij duwt geen gekke meiden gewoon van een trap af. Zo is Louis niet. Oké, kom op. Rennen. Kom op, rennen, rennen, rennen. Ik ben bijna van de politie af, Louis. Oké, erover. Hier komen hun niet over. Die gozers. Hoppakee, ik ben ontsnapt. Ik ben ontsnapt. Mooi. Phew, wat was dat nou weer? Een of andere gestoorde meid springt... vrouw of mevrouw springt van een... brug af of zoiets, wat het ook was. En dan heb ik het gedaan. Ik was het niet. Geloof me. Maar de mensen geloven me niet. Omdat Louis... ja, gewoon... anders wel mensen dood. En mensen denken dat ik haar eraf heb geduwd. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ach, nou ja. Ach, nou ja. In ieder geval, om positief te zeggen, we zijn die van die mevrouw af. Dus ik kan niet nog een keer pillen gaan nemen. Volgens mij was namelijk diezelfde mevrouw die pillen nam. Maar moet ik hem doden of moet ik hem kwijtraken? Oh, kwijtraken telt dus ook. En anders had ik ze net terug moeten. Maar, oké. Heel random wat hier net allemaal gebeurde. Ik vind het ook heel vreemd wat er gebeurde. Maar oké, ik heb in ieder geval gezegd, wij gaan vandaag naar Ei toe. Dus dan gaan we naar Ei toe. Ik weet alleen de naam van die persoon niet meer. Ik weet wel welke persoon het is. Dat was de persoon die zijn naam... niet zijn naam. Die Tony zijn club wou kopen. En als we hem wouden verkopen, moesten we hem bellen. Nou ja, we gaan natuurlijk onze nachtclub niet verkopen, want het is veel te leuk daar werken. Ook al heb je daar veel te veel beroemdheden die van alles van je willen. Het is leuk om daar te werken. In ieder geval, op weg naar Hughes. Naar you. Nee, niet naar you. Ik weet zijn naam weer. Yusuf. Dat was zijn naam. Het is niet you, maar het is volgens mij Yusuf. Ik weet zijn naam weer. Hey. Sexy time. Hallo? Hallo? Hey man, hey nigga, what's up, what's up? So glad you could make it, man. Seriously, fucking A. You're for real, man. You okay, bro? No, I'm fine, man. I got a couple of bitches upstairs. Hot ones, not cheap. Nice. Hey man, you wanna join in? No, I'm cool, man. Cool. Yeah, of course. Oh, to be honest, anyway, after I finish with them, they'll be out of commission anyway. I'll bang them to pieces. After I finish with them, they look like they've been dragged through the fucking desert. Oh, wow, good for you, man. Good for you. Listen, so what do you want? You see this city? Everything. Seriously. Really? No. But one day. I'm building 60 skyscrapers, man. Condos, penthouses, luxury apartments. Serious shit. But I tell you, oh man. Oh, I love this song. You know this song? Oh, yeah.
Hey, rap money. Hey, you don't dance? Not with dudes, bro. You see this city? I run it. I run everything. I'll show everyone. I mean, look at this shit here. This is a gold phone. Solid. Beat that, daddy, yo. Ah, great, man. That's great. Hey! I'm the real deal, nigga. I'm the real fang. Sure, bro, sure. So what do you say? You gonna help me out? Tony says you can handle yourself. Maybe, man. What do you need? I need to shut my fucking father up. Whoa, I ain't killing your father, bro. No, I know you're not. I needed to get a helicopter for him. You know? And I found it. It's a military issue. Beautiful machine. Sexy. The company that built it, they have a display model on their boat. And that will shut him up. You know, show him I've got good connections, you know, and pay him the respect he deserves. Is that porn playing up there, bro? No, man. That's real women. Trust me. And I ain't paid shit. Okay, so you want me to get you a helicopter, and that'll make your dad happy. You better be the real deal, man. You know, I tell Tony that we work together, huh? I'm going to make you both very rich men. We'll open up nightclubs all around the world. China, Pakistan, Timbuktu, fucking too, anywhere you want. But you know what this means? You and I, we are brothers. We're partners. Okay. Give me a call when you get there. Now I've got to attend to some business. Ladies! Prepare to suffer! Au! Wallahi! Deze gozer is echt baas. Ik weet niet waarom, maar... Hij is echt een bazen gozer. Hij is nice. Ik mag hem wel. Ik mag deze gozer wel. Maar nu even weer de vraag, hoe komen wij daar? Is niet zo moeilijk. Er staat een auto. Waarom staat uw auto stil? Oh, waarschijnlijk van het groene-rode stoplicht. Hallo meneer, gaat u gezellig mee? U kunt ook uitstappen. Stap maar uit. Hoi. Doe de deur wel even dicht. Thanks. Ik had zo gehoopt dat die gozer de overkant niet haalde. Maar waar gaan we naartoe? En wat doet die kraan daar? Ik dacht dat ik die kraan had laten ontploffen. Een aantal afleveringen terug. Is die kraan opeens weer terug? Of zeg niet dat er twee kranen zijn in dit hele gebied. Ik had zo gehoopt dat deze kraan kapot was. Zijn er dus blijkbaar twee. Of ze hebben hem heel snel weer opgebouwd. Ik denk het tweede. Nee, ik denk eigenlijk het eerste. Ja, en dit bewijst het eerste nog eens. Er waren dus twee kranen. Yay. Maar die andere vond ik irritanter dan deze. Nee, ze waren al twee irritant. Ik moet niet gaan overdrijven. Ze zijn allebei even irritant. Maar nu kijk ik nog minder langs, dus op zich helpt het niet echt. Maar ik heb mijn vraag erop afgelost. Die ene kraan, die heeft mij echt heel vaak laten omrijden. Daarom was ik boos op hem. En daarom heb ik hem ook laten ontploffen. Tenminste, dat was uit mijn mening. Ik weet niet waarom Tony wou dat hij ging ontploffen, maar hij moest ontploffen. Appakee. Een beetje achteruit, een beetje naar links, een beetje... Goh, gozer, rij even door. Hoppakee. En hoe ver moeten we nog? Oh, het is in de buurt. Mooi, maar we moeten dus even een helikopter stelen. Dat kunnen we wel. Ik kan ook best goed... Nee, ik ga dat gewoon niet zeggen. Ik weet niet of ik goed kan vliegen. Ik kan een helikopter besturen. Dat kan ik. Ik kan een helikopter besturen. Get on board of the yacht. En waar is die yacht? Oh, die is even daar. Maar daar hebben we een boot aan. Hey, een boot. Hey. Wacht even. Nou, daar. Hoppakee. We hebben even een boot nou. Oh, ja. Rood of blauw? Nou, wat zullen we nemen? Rood natuurlijk, jongens. Ik kon zo simpel en... Zwem die eronder door. Louis, kom op. In de boot. En dan gaan we naar de jacht toe. En wat daar is, dat zien we dan wel. Hoppakee. Zo, ik zit nu in die boot. En hij is natuurlijk ook heel mooi rood. Rijmt dat niet? Boot rood? Nee, volgens mij niet.
Ik weet niet. Ik weet niet. Ik heb ook geen zin om daarover na te denken. Boot en rood. Ruim dat. Volgens mij niet, maar het klinkt wel zo. Want rood schrijf je met R-O-O-D en boot schrijf je met B-O-O-T. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Jongens, zet het even in de comments neer. Rijmt rood op boot? Ik zeg wel. Mijn mening, als ik het zou mogen zeggen, ik zeg ja. Boot rijmt met rood. Maar ik zou het niet weten. Een patrolling boot. Ook echt wat ik nodig heb. Ja, ik zie die boot zo wel. Oké, dan gaan we zwemmen. Dan gaan we dat laatste stuk wel even zwemmen. Dan kan die boot mij minder goed zien waarschijnlijk. Oké. Dan even een gun pakken. We call this little baby the buzzard. She will lick the bones of your enemies clean. Oké. Leuk om te weten. Hé, hier zit een suppressor op. Zo'n silencer. Dat is mooi. Met een beetje geluk zie die boot mij niet. Dus even oppassen. Oké, doorlopen. Moet toch opvallen? Omhoog. Thanks for the lessons, Tony. Ja, thanks. Thanks voor het helikoptertje. Take the chopper to the helipad. Dat zal ik zeker doen. Dan in de helikopter een elimator will appear on your over the radar. This indicates your height above sea level. Oké. Zo. Yusuf, ik heb je helikopter. Alright, homie. Now the guys you took it from are some inappropriate individuals. Okay. Or the criminal enabling motherfuckers, motherfucker. Oh, zou best kunnen. Take out the boat with all the guys on board. Bro, you sure? It's the right thing to do, my brother. Fucking go for it. Hop, kan ik weer omdraaien. Destroy the yacht. Okay. Dan gaan we even een jacht destroyen. To fire the miniguns. Oh yeah, this is the real deal. Oh, kijk eens aan. Dit is lastig. Dat kan ik nu al zeggen. Dit wordt hem gewoon niet. Omdat ik deze helikopter waarschijnlijk in controle moet gaan houden. Maar... Nee, dat raakt me niet. Ja. Hoppakee! Mis! Mis, gozers! Zo! Oeh! Die raakte mij, die raket. Oh, volgens mij elke keer als er... zo'n tuut aankomt, komt er een helikopter. Komt er zo'n raket aan. Tenminste, dat neem ik aan. Dat zal anders die warning verstaan. Oké. Oké, dan moeten we hier even weg. Oh shit. Gelukkig zijn het geen hitten zoekende raketten. Oké, opgelet. Oké, oppassen. Dit is zo lastig, hè? Oké. Je moet een beetje goed mikken. Dat is een beetje het probleem. Oké, ik moet hem even missen. Nee, ik moet allereerst even hoger gaan vliegen.
So. Oh. Okay, that was a boat. Oh, take out the fleeing arm dealers. Oh, daar ben ik wel raad mee. Hoppakee. Okay, iets hoger gaan vliegen. En iets. Holy damn. Oké, dan moet ik echt op gaan letten. Goh, ik vond zo'n grote boot raken al lastig zat. Dan moet ik deze gozers nog raken. En deze helikopter is waarschijnlijk niet waterbestand. Oké. Iets hoger en naar achteren. Oké. Wat nou als ik dat helikoptertje helemaal eventjes stil leg? Even hoger. Oké, deze helikopter mag niet in het water. Oké, dat was één boot minder. Oké, omhoog. Ja, missen die dingen. En dan... Maar ik klik soms ook op mijn linker muisknop, maar... Oké, dat is weer eentje minder. Oké. Oké, omhoog. En dan... Oeh, bijna. Jongens, als ik soms een beetje minder praat, ik zit me erg te concentreren. Oh. Goh, ik dacht ik draai even mooi. Oké. Oké, we moeten iets hoger gaan vliegen. En iets meer achteren. Hoppakee! Everything is zeker fine with the product. Hoppakee, lekker door. Wat is er, Yusuf? Of nee, wij bellen Yusuf. Hey, those guys ain't round no more, Yusuf. Zeker niet. I wanna trust you that there was bad news. Stop calling me happy, man! We're brothers now. Blood brothers. They were the baddest cats out there. Shit fucking cats! Just bring the copter to my helipad. My best boy Ahmed is waiting for you there. Okay. Oké. Okay. Dat zal ik niet doen. Ik weet niet of dat goed is, maar... Ja. Ja. Je hebt te veel dromen. Maak ze eens maar werkelijkheid. Maar jongens, we hebben even een boot opgeblazen. Tuurlijk. Jongens, als ik een beetje stil was, ik zat erg te concentreren. Want ik moest die helikopter in de lucht houden en ik moest nog precies mikken. Dit vind ik het mooiste, dit. Hoppakee, bam. Hoppakee. Nou, rustig. Landen.
Dat is altijd het probleem natuurlijk, hè. Ook al is dit niet een moeilijke plaats om op te landen. Hij moet wel even netjes geland worden. En als deze helikopter met zijn rotors knapt, die draaien de dingen boven de helikopter, dan is het niet best. Nou, we zijn er. Yes! You must be Lewis! Dude! Crazy ride you got here! Tell me about it, bro. You're a med, right? Useless boy. That crazy motherfucker. Some serious filtering crazy. He could have had all the gold in the world, but he's obsessed with what they want selling. Lijkt me zo erg, hè? Als hij nu een dief is, bijvoorbeeld. Als hij bijvoorbeeld niet voor Yusuf werkte, maar bijvoorbeeld een dief is. Lijkt me zo erg. Dan heeft hij gewoon dat hele ding meegenomen. Tijd. Niet gehaald. Player damage wel gehaald. Boats destroyed. Oh. 3, 4. Hoezo? Moesten we 4 vermoorden? Er waren maar 3 boten. 6 minuten. Ja, hoe zou ik dat ooit in 6 minuten hebben gedaan moeten hebben dan? Als je dat mij eerst vertelt. Maar oké. Ik zie trouwens ook dat we op de tijd zitten. Ik vond het een epische missie vandaag. Maar ja. We mochten ook met een helikopter. Dus. En een helikopter zijn baas. Nou, niet naar Tony. Misschien doen we dat de volgende keer wel. Maar wij gaan gewoon even mooi naar huis toe. Nee, naar het internetcafé. Want ik wil kijken of er nog wat nieuws is. Maar ik vond het echt een epische missie. Het was lastig. Voor jullie zag het er waarschijnlijk niet echt heel lastig uit, maar het was echt heel lastig. Met een verkeerd knopje kon ik gewoon in het water belanden. Of, door een raket worden geraakt. Het irritante eraan was, ik moest die helikopter boven het water houden. Ik moest die helikopter goed sturen. Ik moest die raketten ontwijken. En ik moest alsnog alles kapot schieten. Dus ik heb eigenlijk 4 taken gehad. Maar het is gelukt. En daar ben ik tenminste blij om. Zo, hoppakee. En, oh, Blast Rock City. Oh nee, dat nieuws hebben we al gezien. Trouwens, ik moet nog een beetje. Ik heb een nieuwe kogelvrij vest nodig. Dus we gaan nog even niet stoppen. We gaan eerst nog Armando bellen voor een gunfan. Armando, what's up? You got some shit in that van of yours? I need to restock. He got himself in a fight, has he? I'll come back. Nou, eigenlijk had ik de fight net gehad, maar is even een klein detail. Waarom is zo ver? Hij zit soms ook hier, maar nee, deze keer zit hij daar. Waarom? Geen enkel idee om mij te trollen. Oké, nou. Taxi! Taxi! Ja, taxi! Hoppakee. Breng mij maar naar die gozer. Nobody knows. Ja, nobody knows. Ja, nee. Dat is ook de bedoeling. Nobody has to know dat hij hier staat om guns te verkopen. Dat moet niemand weten. Maar oké, gozer. Yo, 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 gozer. Heb jij nog wat wapens voor mij, G? Was ik ook niet van plan. Wat zijn mooie wapens? Eerste kogelvrij vest. Oh. Was het niet. Ja, het was wel die kogelvrij vest. En dit is nog heel mooi om te hebben. En deze zit al vol of niet? Deze erbij vullen is nog mooi. En dan hebben we ook nog. Ja, wat is mooi? RPG of dit? Ja, ik kan ze beide niet betalen. Oké. Shotgun 850. Nee, we hebben een beter wapen. Deze wil ik wel kopen. Oké, kopen dit ding. You can't candy anymore. Oké, maar dan hebben we nog 3000 over, gozer. Oké. Nou, heel erg bedankt. Thanks, eh. Te cuida. Trouwens, we hebben onze shotgun al vol. We hebben best wel wat goede wapens. We hebben een sticky bom. We hebben een sniper. We hebben dit, wat ik waarschijnlijk heel vaak ga gebruiken. Dat is echt een mooi wapen. We hebben dit. Een beetje de SMG. We hebben dit. En we hebben dit. Het probleem alleen is dat we niet... Oh, wat is er, Tony? Hey, Tom.
What's happening, boss? You've been hanging out with people behind my back? Nee. I'm trying to make us some money. Yeah. You have anything to do with a little boating accident that went down and it's all over the news? Misschien. I don't even like swimming. Good, because the people on that boat were good people. Freedom fighters trying to stop people smuggling in Asia. Really? I heard there was shit. I heard. No, I'm shitting with you. They were arms smugglers, hitched to some of the worst governments in West Africa. But I had you. I fucking had you. You fucking idiot, Luis. Don't turn into a freedom fighter. We don't have the luxury of that right now. And stop going solo on me. Not now. I wasn't involved, T. Of course not. But if I had been, it would have been for us, for the business. Sure. You be careful, Luis. Altijd. Gewoon, ik dacht echt dat er echt hele goede mensen op die boot zaten. Ik was echt... Ik weet niet waarom, maar... toen hij dat zei, werd gewoon boos op Yusuf. Maar gelukkig waren het toch slechte mensen. En wapensmokkelaars... Nee. Nee. Die mogen... Boom. Dat is de bedoeling. Hun verkopen granaten. Laten we maar zeggen, het was een granaat-accident. We hebben per ongeluk een granaat af laten gaan. Ik vraag me trouwens af wat Yusuf met die helikopter gaat doen. Ik wil het op zich ook niet weten. Maar, nee, taxi is te ver weg. Het is echt nog zo ver weg naar huis. Het is één straat verder. Nee, ik heb niks gezegd. Dan gaan we even lopen. Ik moet nog steeds denken aan die fans die mij achterna zaten. Of nou ja, niet die fans, maar die gozers die dachten dat ik haar had vermoord. Die ene gekke mevrouw. Nou ja, was een rare aflevering vandaag. Rare mensen. Gekke mevrouw die van een brug afspringt. En iedereen denkt dat ik haar heb gedood. En opeens een boot die we moeten opblazen. Maar dat maakt het wel een epische missies van. Dat maakt het wel epische missies van. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook. Ondertussen dat Louis een beetje een klein sprintje gaat opzetten naar zijn safe house. Ga ik alvast de aflevering afsluiten. Kijk eens hoe even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee. Abonneer je ook even als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we morgen of naar Tony of naar M toe. Ik weet niet naar wie, maar we zullen het wel zien. Oh, verkeerde deur. Maar ja, met dat alles gezegd hebben, valt er nog maar één ding zeggen. En dat is... Doei!